Je gelooft eigenlijk niet dat een 81-jarige man tot zoiets in staat is. Meneer Tomlo, u als advocaat was er ook bij vandaag in de rechtszaal. Meneer Griffioen, wat vindt u van de uitspraak? Ik vind van de uitspraak dat het na 17 jaar erkenning is. Dat was ook wel duidelijk aan het einde van de uitspraak. Het was een spannende, door de rechter mooi opgebouwde vorm. En direct na de uitspraak was ik toch wel eventjes geroerd en eventjes emotioneel. Dat je na 17 jaar toch wel erkenning krijgt. Want er zijn ook al zoveel gevallen geweest. Het is werkelijk een ongelooflijke... We zagen net wat beelden. U heeft u zelf gedwongen gevoeld om camera's op te hangen. Maar dit gaat al 17 jaar door. Het is in 17 jaar is een tsunami geweest aan een cascade aan allerlei strafbare feiten. Je moet denken aan vernielingen van auto's. Met een bijl worden auto's vernield. Gaten in daken boren, dakpannen kapot slaan. Kindertoestellen vernielen. Je kunt eindeloos doorgaan. Maar, en meneer Tomlo, u was er vandaag bij in de rechtszaal. Hoe heeft die meneer het allemaal ondergaan? Welke meneer? Ik heb het over de 81-jarige, Rudolf R. Hoe die het ondergaan heeft, dat weet ik niet. Maar ik zat eigenlijk net aan Trump te denken. U vroeg van, hoe is dat allemaal mogelijk, 70 jaar lang, dat iemand daarmee doorgaat? En daar is toch wel een beetje op toepassing van het onmogelijke is mogelijk. En iedere keer denk je, hier stopt het, maar dan krijgen we weer het volgende incident. En dat gaat zoal 17 jaar lang door. En u zegt bij Trump, ja, dat gaat ook maar door en stopt ook niet. Als ik s'avonds thuis kom, ben ik weer verbaasd wat er die dag in het Witte Huis gebeurd is. Maar meneer... En dat is eigenlijk die onvoorspelbaarheid, die zie je ook in deze zaak. Mm-hmm. Want je zou toch zeggen, als je 10.000 euro dwangsom aan je broek krijgt... dat je je gedrag gaat wijzigen en daarmee ophoudt met waarvan de rechter zegt, dit moet je niet meer doen. Mm-hmm. Dan breekt hij in en dan krijgt hij een dwangsom van 300.000 euro. Dat is nooit vertoond in Nederland. Dan denk je, nou houdt hij op. En u ziet de beelden. Dat kostte 300.000 euro om die auto kapot te maken. Want dat heeft hij uiteindelijk ook voldaan. Dat heeft hij voldaan eind vorig jaar.